Luna, Lucky, Diesel, Boris, Jackie, Simba, Bo, Bella, Max. Zomaar een greep uit de populairste dierennamen. Wat je nu mee gaat maken is een hele kleine introductie met yoga met hond. Links, naar voren. Met z'n allen hebben we zo'n 33 miljoen dieren in huis gehaald. Van hond tot papegaai. Ze delen in onze vreugde en ons verdriet. Ze begrijpen ons, voelen onze stemming aan. Hoog, hoog, dit gaat goed. Dank je voor het samen boodschappen doen. Dank je. Ze zijn ons trouw en wij vertrouwen op hen. Nee, klaar. Ze lokken ons mee de frisse buitenlucht in. Kom met z'n aaien. Of krullen zich behagelijk op in onze schoot. Is dat één hond? Nee, dit hoort bij elkaar. Tenminste, als jij ook een echte dierenvriend bent. Waar, Mia? 26 kilo. Het is leuk als je ze in huis haalt, maar triest als je ze weg moet brengen. Riet en haar familie staan garant voor een sfeervolle, op maat gemaakte crematie of begrafenis. En alle dieren zijn welkom, zolang ze in de oven passen. Het centrum werd 25 jaar geleden opgericht door Riet en haar man en is vernoemd naar hun inmiddels overleden hond Jori, met wie Riet graag lange wandelingen maakte en diepe gesprekken voerde. Dochter Mia heeft nu de dagelijkse leiding. Hoeveel honden zijn in de afgelopen 25 jaar hier, denk je, gecremeerd? Ja. 25.000. Zoiets, 1000 per jaar, ja. In het begin was het heel moeilijk, maar dan moet je eventjes een knopje omdraaien. Wat bedoelt u? Nou ja, goed, wij gaan proberen tegen te verzetten. Als kan het niet hoor, dan red je dat niet. Dan zeggen ze wel eens wat voor diploma moet je ervoor hebben, maar er zijn geen diploma's voor. Dan moet vanuit je hart gewoon. Naast werkt het niet. Zo is het gewoon. En u heeft de zaak wordt nu geleid door uw dochter Mia. Ja. En die heeft datzelfde bloed in zich, zullen we zeggen. Ja. Ja, ze zeggen allemaal van wel dat het allemaal heel gemoedelijk gaat en alles. Wat is Mia nu aan het doen? Pootafdrukje maken. Een pootafdrukje. Dat doen jullie altijd, of? Op de wens van het baasje. Was het zwaar om de leiding aan Mia over te dragen? Nee, dat was niet moeilijk. Het weggaan, dat is moeilijker. Want jullie gaan verhuizen, hè? Ja, daar heb ik wel een beetje problemen mee. Maar ja, dat is logisch. Jullie hebben een oude, dat ligt hier, zeg maar, dus... Het is normaal, hè? Ja. Dat is zo mooi, toch? Met die... Vast en zeker. Ja. Nou, eens wachten op het vrouwtje. Dat dekentje is toch ook wel mooi zo. Dat heb ik in een babyzak wist te kopen. Oh ja? Want als je ze zo weglegt, dat is kal, koel. Ik denk, er moet iets op, omdat ze graag mee naar bed gaan, weet wel. Nee. Dus wat doe ik? Ik ga naar een babyzak, ik koop dekentjes, lakentjes. En ik ben ze onder gaan dekken. En dan sta je gewoon te janken voor de eerste keer, want toen had ik dat nog nooit meegemaakt. En dan komt er zo'n hondenkopje bovenuit. Ja, dat is niet normaal, zo leuk. Dat is zo mooi. Ja, leuk in de goede zin van het woord natuurlijk. Het is toch heel anders. Doe warm aan, hè? Ik zou het toch nog zo graag jaren doen. Ja, op een gegeven moment houdt het natuurlijk op, hè. Ja. Hoi, met mij. Hoi. Er wordt hier op je gewacht in het knagertje. Want ik heb goed nieuws voor je. Waarschijnlijk kunnen we die 6 zwarte konijnen herplaatsen. Heb ik even voor je geregeld. Soms gaat er iets mis bij de aanschaf van een dier. Je dacht dat je een dwergkonijn kocht, maar het bleek een Vlaamse reus te zijn.
En daar heb je simpelweg geen plek voor in huis. Oké, ik ga even de post doornemen, want volgens mij ligt er weer een aanvraag van de dierenvoedselbank. Hey Wilma. Hey Geertje. Hey, goedemiddag. Ja, we gaan eerst naar onze konijnenkamer. De vrijwilligers van Dierenopvangcentrum Het Knagertje staan 24 uur per dag klaar voor dieren in nood. Hoeveel konijnen wonen er nu in Het Knagertje? Ongeveer 60 konijnen. 60? Sinds kort runnen ze ook een dierenvoedselbank. Wat zijn de oudste konijnen dan die daar nu in de gang staan? De oudste konijnen momenteel die hier zitten, die het langst zit, is eigenlijk ons PR-team. Want ons PR-team gaat mee naar verzorgingstehuizen, naar scholen, straatspeeldagen. Vooral kinderen die niet gewend zijn met konijnen kunnen dan heel goed met konijnen omgaan. Deze zijn er speciaal voor getraind. Heb jij heel veel verstand van knaagdieren? Ik heb heel veel verstand van konijnen en knaagdieren. Oh, konijnen zijn geen knaagdieren? Nee. En nu wil ik jullie even meenemen naar onze chinchilla en degoekamer. Onze chinchilla en degoekamer. Chinchillas zijn nachtdieren, dus we moeten een beetje zachtjes doen. Want ze slapen nog. Ja, kijk, sommige zijn toch wel stiekem wakker, zie je dat? Okay, en dan ben je met die dierenvoedselbank een paar jaar geleden begonnen. Ja. Waarom? Omdat ik hier in de opvang werkte en mensen kregen van, ja, mijn konijn moet weg, ik heb er geen geld meer voor. En ik ging navragen, ja, maar hoezo niet? We zijn in de moeilijkheden gekomen, dus dan nam ik het konijn zo aan. Totdat ik hier een gezin kreeg met twee kindjes die zo hard gingen huilen. Het verscheurde me helemaal. En toen zei ik tegen hun, wat als ik jullie nou iedere week voer geef, hooi geef en bodembedekking. Kunnen jullie dan het konijn houden? Nou, dat kon. Dus die heb ik begeleid en toen dacht ik, ja, als die mensen al moeilijkheden hebben, hoe zit het dan met de honden en katten? En hoe zit het met de vogels en de fretten? Nou, daar bleek dus een enorme behoefte voor te zijn. En dus zodoende heb ik de dierenvoedselbank opgericht. Ja, gaan we even bij de voorraad kijken. Hoeveel klanten hebben jullie als dierenvoedselbank dan? 130 gezinnen en bijna 400 dieren. Kijk, zoals je ziet zijn alle tonnen, daar staat op wat erin zit. Kattenbrokken, hondenbrokken. We krijgen ook regelmatig speelgoed binnen, mandjes, krabpalen. We gaan hoe heet ze, mama? Gaan we op tafel zetten? Ieder baasje vindt zijn eigen huisdier het leukste, de liefste of de slimste. Hij is echt super rustig. Ja. Super relaxed. Het is ja, Staffordshire, Pitbull, ik weet niet precies wat. Kruisinkje. Die gunnen hun moppie een plek in de spotlights. Dit is een konijn dat op een haas lijkt. Ik zoom even zo. Is dat de mooiste kant? 5 minutes of fame. Of tot in lengte der dagen vereeuwigd op een pak honden of kattenbrokken. Had je niet? Ik heb misschien zelfs al een opdracht voor ze. Ja? Ja, echt waar. Dan schrijf je Minoes in bij een castingbureau. En al hoeft de kat in kwestie godzijdank geen monoloog voor te dragen, simpelweg stilzitten of zelfs voor dood liggen is best moeilijk als je net barst van gezonde spanning en energie. Zo'n hond die in zo'n enge serie neer wordt geschoten, dat wordt best wel vaak gevraagd. Daarom wou ik er dus in het begin niet onder de los hebben. Dan moet ik weer... Ja, ik heb er... Nee, niet het oog! Oh, niet het oog. Sommige dieren hebben een extreem goede band met mensen. Zo ook Laika, de hond van Nederlands kampioen damesbiljarten Francine van Ieperen. Francine was vanwege haar sport veel van huis. Maar Laika kon het altijd prima vinden met de vele oppasvaders en moeders. Oppasmoeder Eline is vandaag meegekomen om afscheid te nemen. Je bent een grootheid voor heel veel mensen. Het knapste, liefste... Allermooiste kindje van heel mijn leven. Namens Tom moest ik je bedanken. En je bent de allerliefste dier wat hij ooit heeft gezien. Wat hij ooit heeft meegemaakt. En hij belooft dat hij nou wel gaat trainen voor voetbal. Naomi gaat ook goed de best doen voor jou. Dank je voor het samen boodschappen doen. Dank je voor je support tijdens biljarten. Dank je voor je bescherming. Dank je voor je begrip.
Dank je voor je eeuwige trouw. Want dat gaat nooit verloren. Love you. Kus mama. Oh, ja. Apart. Ik moet hem even optillen een stukje, ja? Anders gaat hij moeilijker in. Ja. Uit onvoorwaardelijke liefde laat ik je los. Kun je hem zelf aanzetten? Ja. Ja. Zwarte knop. Het gemis is enorm. En dat blijft. Wij staan toch weer naast me. Goeie reis, hè? De dierenvoedselbank van Geertje is 2 middagen in de week open en is afhankelijk van gulle sponsoren. Mevrouw Hamer, Hamer. De baasjes moeten zelf lid zijn van de mensenvoedselbank en echt geen geld hebben om eten voor een dier te kopen. Kijk zo eens. Dank u wel. Hey, hartelijk bedankt en tot volgende week. Het is niet zo'n dikke zak, dus voorzichtig ermee. Ja, deze ronde die steviger. Is het voor een hond of een poes? Voor mijn vriendin een poes en voor mezelf. Drie keer kat heb ik nu nog over. Ja. En heeft u veel plezier van de poesen? Ja, tuurlijk. Ja. Als ik heel eerlijk moet zeggen, meer plezier van de katten zo s'avonds thuis komen als dat. Ik ken al 11 jaar als van mijn vriendin. Echt waar? Ja, dat is een beetje. Dat is een beetje een privé kwestie. Maar dat zijn dingen, ja, dan zie je toch dat dieren het aan je merken dat je nerveus bent en niet goed in je vel komen ze bij je. Ja, ja, ja. Zal ik even helpen? Zie je het bij de doeks bij u? Die witte heet Blue. En die zwarte heet Amy. Ja, hij eet ongeveer 1 kilo per dag. U ziet een grote hond. En zijn power dogs noemen ze dat. Mm-hmm. Ze hebben veel energie. Ja. Dus, ze moeten wel veel eten om die energie te hebben en kwijt te raken ook. Maar ik heb ook kinderen, dus ik zie mijn kinderen minder. Dus liefde geef ik dan aan die honden. En hoe vaak ziet u uw kinderen dan, mag ik dat vragen? Ik zie ze misschien 1 keer per maand. Vroeger als ik van werk terug ging naar huis, ging mijn zoontje me altijd omhelzen. Nou doen die honden het daar. Daarom is het ook moeilijk om onze weg te doen. Wanneer ik mijn zoontje mis, zeg maar, springt hij gelijk op mijn schoot. Maar dat voelt hij dan? Hij voelt het gewoon. Lijkt u zo dat nu? Ik heb een foto van hem. Een zoontje met Blue. Met Blue samen. Mijn zoontje is ook net als mij. Wanneer die bij mij is, daarom is het ook moeilijk om een hond weg te doen. Dan kunt u het bijvoorbeeld morgen inleveren hier. En dan heeft het als goed is, volgende week heeft u een pakket. Ja? Ik heb een hond, een Franse bulldog en een papegaai. Ik ga nog liever zelfs om eten zitten dan met deze. Ja. Ja. En wat, ja, misschien een raar vraag, maar wat voor plezier biedt een papegaai dan? Nou, die praat ook tegen je. Ik ben alleen, dus je hebt toch aanspraak. Is dat allemaal voor ons? Zo, hé, wat zijn we hier blij mee? Weet je hoeveel dieren jij hier blij mee maakt? Maar Geertje, hoe ben je aan deze donatie gekomen? Deze guldengever? Deze meneer heeft ons gebeld of we wat dierenvoer konden gebruiken. En dat konden we, maar ik wist niet dat het zoveel was. Kijk eens, hé. Helaas voor ons laten sommige dieren zich liever niet zien. Misschien omdat ze verlegen zijn of niet lang stil kunnen zitten. Of haast hebben en daardoor domweg geen tijd hebben voor ons. Er staan er ook een paar bij in zomerkleed. Ze zijn echt helemaal roodbruin.
Er komt van alles binnen. Nee, het was net morinellen die naar Vlieland vlogen, dus daar hebben we niks aan. Ik ga me meer focussen naar rechts. Als jullie die linkerkant even in de gaten houden. Of misschien wel omdat ze geen zin hebben in pottenkijkers. Hoi. Is er nog een beetje een aanvliegroute echt? Of is het allemaal een beetje zo, ja... Hij is nu bijna boven die paal die op Duim staat. Ja, welke paal? Ja, rechts. Bijna bij vuurtoren. Ja, die links? Ja, oh ja, 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 ja. Boven de korf. Nu boven die korf. Ja, visarend. Heb je maar nog? Ja, 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 ja. Nog steeds. Ze is in de neus gebeten. Ja. Ach, alrighty allemaal. Gaan we weer. Ties! Nico Kinsbergen is de uitvinster van de Doggy Date app. Champie? Woef. Heb je als huisdier zin in een wandeling, maar heb je geen trek om in je eentje te gaan, of ben je uitgepraat met je baasje, dan kan je via de Doggy Date app een oproep doen. Zijn er nog meer honden die zin hebben om vanmiddag om 3 uur te gaan wandelen? En vindt Champie het leuk om te doggy daten? Nee, wil het liefst naar huis. Hij wil het liefst naar huis, maar deze die vindt het wel helemaal geweldig. Gelukkig vinden de baasjes het vaak ook leuk om met elkaar te wandelen en aan elkaar te snuffelen. Het is altijd best om een hondje lekker in beweging te houden. Ja, waarom? Ja, als ze in beweging zijn, zijn alle neuzen letterlijk dezelfde kant op. En dan gaat het eigenlijk altijd goed. En als je stil gaat staan, krijg je toch wat meer territoriumdrift. Oh ja? Ja. Lopen, hop, hop, ik loop hier. Ze mag hier wel lopen? Ja, dankjewel. Want wat heeft ze precies dan? Ruggetje is niet goed. Oh. De dokter die doet acupunctie bij haar eens per maand, maar ja, soms schiet er iets zijn ruggengraat los. Oeh. Ik heb heel veel honden gehad. Ja. Maar dit is wel liefde. Ja. Dit appelleert zo aan mijn gevoel voor schoonheid. Ja. Dit is uren verzorging, hè, qua vast. Het moet echt je hobby zijn. Want hij houdt ook nog eens een keer van water. Want wat moet je dan doen als hij nat is geworden? Nou, daarna moet ik hem echt thuis helemaal schoonmaken en feunen. Want hij blijft echt uren nat, want hij heeft geen watervacht. Het is geen Labrador. Hij denkt het wel, maar hij is het niet. Nee. Zo, Samu, nou blijf jij lekker bij het vrouwtje. Franky! Kom maar. Eddie, heeft Frank het naar zijn zin? Frank heeft het enorm naar zijn zin. Ja, ja, ja. Dat is echt een uitstapje voor hem. Hij moet natuurlijk veel thuis op het huis passen. Dus het is gewoon leuk om buiten te zijn. En helemaal als je met zo'n... Nou ja, je ziet het, zo'n hele groep honden om je heen. Nou, dat is toch gewoon fantastisch. Zo. Nou, hij is echt dus super. Ach, wat is de schatje. Ach, wat is die mooi. Ja, sorry hoor. Ja. Tijdens. Het was natuurlijk zo'n beetje as dat ik nog een heel klein beetje over heb. Ja, ik weet het. Ja, oké. Okay. Dat kleine dropje. Ja. Aste. Ik zal hem even wegzetten voordat je aanvalt. Ja, eigenlijk wordt hij gemiddeld maar 5 jaar oud, maar hij was 13. Ja. Hey, het is, Maar hij was ook wel bijzonder, toch? Ach, je hebt er zoveel plezier van. Zoveel plezier van. Op een of andere manier, ze kunnen niet praten. Maar liet hij gewoon aan hem weten van, het hoeft voor mij niet meer. Hij keek mij echt aan van laat me maar gaan, het is genoeg. Ja. En ja, dat... Schrok je? Ja, ja, daar schrok ik wel van. Want hij was altijd zo levenslustig. En toen had hij echt iets van, nee, nu hoeven niet meer. Nou, toen hebben we de dierenarts gebeld. Hun zijn nog wel met meneertje Collen langs alle andere konijntjes gegaan. Om afscheid te nemen. Om afscheid te nemen. Ja. Was dat emotioneel voor de andere konijnen? Die merkten het wel. Ja, die merkten het echt wel. Absoluut. Ja, toen kon op een gegeven moment niet meer lopen. Nee. En ja, kijk. Oh. Hoe krijg je het verzonnen? Ja, ik kon er toch mee uit de voeten. Dus. Oh, je voelde ze er heel prettig bij, hè? Ja. Dat is leuk, hè? Ja. Meneertje Colin had geen achterpoten meer? Die was verlamd. Hij had last van spierdystrofie. Ja. Het is eigenlijk een van de weinige dingen die we hebben. We roken die, we drinken die, we gaan niet uit. Dus die beestjes die zijn ons alles. Imagine me and you, I do.
I think about you day and night. It's only right to think about you. Ah, zo mooi. Weet je nog toen ze zo klein waren? Oh, echt schattig. Soms, als onze kat er weer eens bij ligt als een stuk poetskatoen. Ze zijn ook heel relaxed, hè? En de hond net een ademende deurmat lijkt. Martino. Denken we met weemoed terug aan waar ze ooit vandaan kwamen. De ongerepte natuur. Ja, schitterend. Er zit echt een deugniet karakter in, kleine meid. Die is als klein gorilla, die heeft zijn arm gebroken, dus die heeft in het gips gezeten. Tijgers, leeuwen, olifanten, gorilla's, één brok testosteron. Oh, oh, kijk hem nou liggen trouwens. Ja, dat is echt altijd schitterend. Het is altijd, het is altijd uw middagdutje bijna. Zou jij daarnaast heen willen liggen? Lijkt me toch niet verstandig. Ruwe kracht, pure onaangepaste overlevingsdrang. We proberen er zo dicht mogelijk bij te komen. Maar voor ons eigen bestwil staat er gelukkig altijd een hek tussen. Chimp tegenkomen of een gorilla? Oh ja, dan is het ook niet moeilijk. Laat mij dan maar een gorilla tegenkomen. Ze zijn zo lief. Dus jij ook nog een stukje dan? En wat ga je daarvoor doen dan? Ga maar mooi zitten. Frank, de hond van Eddie en Astrid heeft het rijk voor zich alleen. Zo. Want Eddie en Astrid hebben geen andere kinderen. Verwennen jullie hem niet te veel? Ja, hij heeft één huis en twee mensen voor zichzelf. Dus er zijn ook lang niet alle honden die dat zo kunnen zeggen. Maar hij is een beetje ons alles, denk ik. Ja. Ja, je kan het bijna wel vergelijken met een kind. Ja. 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 Of tenminste, zo voelt het voor ons wel. Ja. Ja, ja, het ja is dat gewoon is een volledig gezinslid. Het is, als hij er niet zou zijn, is het heel leeg in huis. Mooi zitten. Het is echt een het volwaardig lid van dit huishouden. Ja, hij heeft een sportmankementje. Dus wat bedoelt Astrid? Hij heeft een blessure. Een kleine blessure. Dus, opgelopen met sport, hè? Ja, dat is de vraag. Voorlopig houdt de dierenarts het op een ontstekentje. Dus, dit is op het strand van Egmond aan Zee. Ja, Frank vindt het strand gewoon heerlijk, hè? Lekker rennen en vooral achter een bal aan. Dit is Frank te voeten uit. Dit is ook een relaxed Frank. Waar is die meisje? Hé, hey, bommer. Hé, hey, bommer. Leuk, hè, bommer. Ja. Ik heb ooit in mijn leven, heb ik voor het eerst een hond uit het asiel gehaald. En het was een Rottweiler. En ik heb altijd gezegd, Karsan heeft mijn leven gered. Op wat voor manier dan? Werd ik een beetje depressief. En ik zat niet lekker in mijn vel. En ik wilde niet meer naar buiten. Ik had geen zin om dingen te doen. En hoe heeft hij dan jouw leven gered? Door hem moest ik weer naar buiten. Door hem moest ik moest natuurlijk meerdere keren per dag met hem gaan wandelen. Ik moest voor hem zorgen. En verdween toen ook je depressie? Ja, toen werd ik weer gewoon mezelf, zeg maar. Want ik ben van mezelf gewoon altijd een vrolijk mens opgewekt en open. Maar dus Karsan heb ik echt heel lang gehad. En ik heb hem op een gegeven moment in moeten laten slapen. En ik heb hier zijn as. Je hebt je altijd om? Altijd om, ja. Ja. Ik wil even een plekje zoeken. En wat en wie gaan we precies verstrooien? Een collectieve crematie van een aantal hondjes. Is dat één hond? Nee, dit hoort bij elkaar. Riet. Ja? Het is vandaag precies 25 jaar geleden, hè? Nou. Dat Jori begon. Ja. En hoe kwam je op het idee om een dierencrematorium te beginnen? Nou, omdat er in de buurt eigenlijk helemaal niks was. En wij hadden toch de ruimte, neem ik heel. En dat was wel heel fijn.
Maar ik vond niks, want ik kon er niet tegen. Elke hond die binnenkwam, deed ik niks te schreeuwen. Dus daar waren ik ook weer niks, hoor. Maar goed. Hebben we veel afgezien, oh, in het begin. Ja. We jankten met iedereen mee. Oh. Dat is niet goed om mee te janken, eigenlijk. Nou, ja, god, kijk, je moet even op... Nou, dat is wel zwaar, hoor. Op een gegeven moment moet je verstand op nul zetten, natuurlijk, hè. Dat hou je niet vol. Hé, hey, Michiel, zo is het wel. Ja. En nu staat eigenlijk het crematorium op het punt om te gaan verhuizen, hè? Ja. Ja. Want waarom is dat precies? Te weinig plek, er was geen ruimte meer. Ja, gisterenmorgen ook, waar ik ook bij Jury, want ik kom er elke dag. We zitten gistermorgen onder koffie. En we krijgen het erover en ja, toen schoot ik weer vol. Ja, wat doet het daar aan? Ik... Ja, het was... Er redden zoveel lief en leed allemaal gedeeld met de mensen. Alsjeblieft, een beetje glans. Met glans meer chance. Dacht ik ook. Dank u. Alsjeblieft. En de sfeer is natuurlijk anders in dat nieuwe gebouw. Ja, dat weet ik niet. Dat moeten we nog ondervinden, hè? Het zal voor mij wel even wennen zijn, natuurlijk. Ik vind het wel een stuk moderner. Ja, daar wel. Ik snap meer het allemaal wel. Meer van deze tijd. Ik snap het allemaal wel. Ja. Ja. Eddie maakt zich zorgen over de sportblessure die Frank opgelopen heeft bij doggydaten. Hij heeft een specialist gevonden die Frank mogelijk kan helpen. Ja, het is toch een soort van je kind, hè? Ja. Dus ja, als er wat met hem is, dan let je daar toch goed op. En ja, je probeert dan in ieder geval de beste verzorging te vinden om de kwaal te herstellen. Het is niet zo dat we bij het eerste hoesje meteen bij de dierenarts voor de deur staan. Maar we houden het wel goed in de gaten. Maar waar is hij of zij dan precies specialist in? Ja, acupuncturisten, osteopathie doet ze, geriatrie. Maar dan allemaal bij dieren. Hij liep niet echt super vanmorgen. Nee, en gisteren wel? Gisteren wel, ja. Gaan we eens even kijken. Jouw eigen hond zit er voor de gezelligheid bij, toch? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook gewoon een hele eigen taak. Ter geruststelling, hè, Frank? Zeg maar, normaal gesproken heb je de neiging om recht te staan. En zijn lijfje heeft de neiging om krom te gaan. Hij staat een beetje in. Hij staat in een bocht. Dus ja, als je hier in een bocht staat, sta je natuurlijk daar ook niet recht. Dit zijn twee plekken die heel fijn zijn voor de hele rugontspanning en pijnstilling. Mm-hmm. Dus dat is zeg maar bij de hak. Dus een piercing. Je ziet, hij reageert er eigenlijk amper op. Het lijkt wel of hij er ook ontspannender van wordt. Ja, dat is grappig. Wat zit daar precies op die plek? Het is acupunctuur, dus het is oorspronkelijk Chinees. En er lopen meridianen over je lijf. Ja. Meridianen zijn energiebanen. Mm-hmm. Omdat hij last heeft en hij krom staat en hij pijnlijke plekken heeft, is er ophoping van energie. Je wilt eigenlijk dat die ophoping van energie verspreid wordt, zodat het overal stroomt. En daar dienen deze naalden voor. Het linkerheupje zat een beetje vast, of het bekken eigenlijk. Maar... Er zijn bij ons drie katten gecremeerd en alle drie uit de wasmachine. Uit een wasmachine? Eén kat is ermee gekookt in de wasmachine. Ja, die zoeken de warmte. Ja. En als je dan open staat, dan springen ze erin. Ja, eentje heeft ermee gekookt en de andere twee zijn verdronken. Ja, maar dat is een drama, Michiel. Dat is geen pretje, voor ons ook niet. Hoor. Voor hun is het een drama, maar voor ons is het ook heel rot, hoor. Om wat bedoel je? Ja, dat je ze moet ontvangen, dat je zo'n beertje ziet liggen. Een witte kat, ja, waar je mal spierwit natuurlijk. Van de wasmachine? Ja, gekookt. Van de was, die was meegekookt. Ja. Ja, dat was echt erg. We willen dat onze viervoeters er steeds meer uitzien als wij zelf. Dus kammen, plukken, knippen, feunen, vlechten en scheren we wat af met z'n allen. Degenen die meedoen met de mooiste ponyverkiezing, die mogen hier op een rij gaan staan. En onze vrienden vinden dat best.
Ja, de jury is eruit. Die koesteren zich maar al te graag in al die warme aandacht. Op de eerste plaats is geworden de pony Timo. Een mooie certificaat voor aandenken. En een opblaasstoel voor in het zwembad. Nou, wat wil je nou nog meer? Gefeliciteerd, applaus! Een aai of een knuffel is voor hen de mooiste prijs. Zie je wel? Er gebeurt eigenlijk helemaal niks, hè? Nee. Het is een soort massage. Ik merkte wel dat toen die acupunctuurnaaltjes erin gingen, toen werd hij ook een heel stuk ontspannender. Dus, Hey, en jij zei dat jullie toch wel een beetje met Frank omgaan als een kind, hè? Want jullie hebben geen kinderen, hè? Nee, we hebben geen kinderen. Nee. Dat is een bewuste keuze. Ja, dat is eigenlijk wel een bewuste keuze. Niet ingegeven door politieke motieven of iets dergelijks. Maar het is er eigenlijk... We hebben er lang mee gewacht en uiteindelijk waren we zo lang aan het wachten dat we zeiden, laten we dat hoofdstuk overslaan. En ja, hond is geen compensatie daarvoor. Maar het is wel iets wat de leegte in je huis opvult. Geertje en Wilma zijn door een AZC uitgenodigd om met het promotieteam van het Knagertje langs te komen. Om uit te leggen aan vluchtelingen hoe wij in Nederland omgaan met dieren. Hallo, lieverd. Zou die nou doorhebben dat die naar een asielzoekerscentrum gaat? Nee, maar wel dat ze op pad gaan. Hebben ze ook namen? Ja, ze hebben alle vijf hebben ze wel namen, hoor. Hoe heten ze dan? Uit mijn hoofd weet ik het eerlijk gezegd niet. Maar ze beginnen allemaal volgens mij met een M. Oh, met een B. Ik heb even een speakbriefje gemaakt. Blondie, Babs, Brandon, Bandit en Banjar. Twee dames en drie mannetjes. Ta-ta-ta-ta, Abu en Shredder. De twee cavia's. Daar komen de ratjes. Indy en Sterren. En die zijn een beetje nieuw in het promotieteam, hè, van het Knagertje. Ja, toch? Omdat we nu eigenlijk naar het asielzoekerscentrum gaan, waar we eigenlijk wel veel kinderen verwachten. Mm-hmm. Wilden we ook wat andere dieren meenemen? Zo, oké. Nou jongens, jullie zitten ingebouwd, ja? Ik ook. Na een half jaar is het zover. Vandaag is de feestelijke opening van het nieuwe pand van dierencrematorium Jori. Een dag met een zwarte rand. Twee weken geleden is plotseling de man van oprichter Riet overleden. Jammer dat mijn vader te vroeg overleden was, anders had ik hem hier gelaten. Hoe bedoel je? Het was nog niet klaar. Had je hem hier willen cremeren, je vader? Nee, opbaren. Opbaren. En dan had hij in de koeling gestaan hier. Had hij niet erg gevonden tussen de hondjes en de poesjes, hè? Nee. Hallo. Hey. Hoe gaat ie? Ja, niet best. Nee? Nee. Niet om te klagen, maar het is kloten. Ja? Ja. Mijn zus heeft nou ook een herseninfarct gehad. Die ligt heel zwaar ziek in het ziekenhuis. Ach. Zo erg allemaal. We moeten toch proberen een leuke dag van te maken, hè? Het is zo. Ja. Ja. Ik heb het tabletje ingenomen, hoor. Dus. Ja, het is niet anders. Kijk. Zo? Ja, is mooi. Dan is hij er toch een beetje bij. Ja, ja. Jammer dat hij het niet mee mag maken. Nou, verdorie. Ja. Nou, tijd voor feesten, maar niet meer te veel bij stilstaan. Hey, hallo. Dankjewel, dank je. Dank je, jongen. Dankjewel. Ook wel beloofd. Oh, wat leuk. Frank, kijk eens. Iedere zaterdagochtend staan Eddie en Astrid langs de kant als Frank gaat sporten.
Waar Hollandse kinderen het liefst gaan voetballen of hockeyen, heeft Frank een andere sport uitgekozen. Flightball. Hoog, 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 poot. Vast. Goed zo. Kom Frank, Frankie, kom, kom. Hoog. En nou, go. Hey, go. Kom maar. Ja, dat is goed, hè? Geen Sanne om je heen? Oeh, zakjes in, zakjes. Denk hem even. Heeft Frank nog last van zijn blessure? Nou, het gaat nu nog wel. Hij loopt nog lekker enthousiast. En het flyballen vindt hij zo leuk. Dus hij heeft niet zo heel gauw last van zijn blessure. Hij verbijt de pijn nog wel. Hoog, hoog, hoog. Poot, vast. Kom Frank, Frankie. Frankie, hoog, hoog, hoog. Ja, kom maar, kom maar, ja. 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 Oh. Ik heb hier een cavia. Wie wil de cavia stillen? Ja, ik doe het met wie? Doe maar samen met iemand. Ik kan wel leren. Deur is open, Bertie. Wie wil watjes naar binnen dragen? Wacht, kom maar. Nog iemand helpen, joh. Wacht even. Met z'n tweeën. Nee, zijn. Rustig, hè? Je hebt samen met een meisje. Wil je een meisje laten? Diertjes, hè? Ze zijn enthousiast, hè? Ja, leuk, hè? Wacht, hè? Doe je handje er maar in. Ach, kijk nou wat een lieve Nijntje. Mag ik? Lief, hè? Aaien ze maar eerst even. Ze moeten eerst een beetje aan jullie wennen, hè? Maar ze zijn ratten, ze zijn vies. Nee, ratten zijn de schoonste dieren die er zijn. Niet gillen, niet gillen. Wat is jouw poepen? Oh, dat geeft niet. Nee, dat doen we niet met beesten. Dat doen we niet. Nee. Komt je boodschap goed over, Geertje? Jawel, want ze weten toch dat dit echt het knuffeldieren zijn. Kom dan. Kom even aaien. Ze voeden hier liever de dieren dan dat ze ze opeten. En zelfs de ratten beginnen ze al steeds leuker te vinden. Hou niet op tillen. Nee, niet op tillen. Mag ik? Vandaag is het niet alleen een open dag. Het is, het is ook de openingsdag van de vestiging. Maar het is ook een jubileum. 25 jaar geleden, opgericht door meneer en mevrouw Heijnen. Ja, godsamme. Meneer Heijnen heeft dit net niet mogen meemaken. Ja, het is niet anders. Ik heb mevrouw Heijnen van tevoren gesproken en ik wist dat ze emotioneel zou zijn. Sorry hoor. Ik kom terug op Peter. Ja, maar dat wist ik wel. Sorry, jammer. En als het je te veel is, mag je ook weer daarheen gaan. Bij een opening hoort een handeling. En ik overhandig aan u de schaar. Dank u wel. En ik ben u zeer erkentelijk als u hem wil openen. Doe ik, Peter. Dank u wel. Oké. Volgende week in Dit Zijn Wij. Dit is jouw baby show. De wondere wereld van bevallend Nederland. Wat kan dit? Ze is ongeveer. Ik zou het niet weten.